Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Vanmiddag een showtime. Ik ben er iets eerder dan normaal gesproken. Normaal gesproken ben ik er om 3:30. Maar 3 uur kwam mij vanmiddag gewoon net ietsjes beter uit. Dus vandaar ietsjes eerder. Ik wacht even totdat jullie mij allemaal gevonden hebben. En dan gaan we zo meteen gezellig van start. Er is weer van allerlei leuks bij ons binnen. Dus kijk en huiver en probeer de hand op de knip te houden, zou ik zeggen. Het zal wel weer lastig worden, want ik heb echt veel te laten zien. Afgelopen week zijn de DIY adventkalenders bij ons binnengekomen. En jullie hebben ze waarschijnlijk in de live van Tietz afgelopen maandag al wel gezien. Zij heeft hem onwijs leuk gemaakt. Ik had hem ook in de nieuwsbrief al laten zien. Ook Corine Rijngoud heeft er al een heel leuk voorbeeldje mee gemaakt. Heeft ze ook op haar Facebook gezet. Dus het is echt een ontzettend leuk pakket. Je kan die boom op 2 verschillende manieren opbouwen. Je kan hem als een ronde boom gaan maken. Dan heb je de 25 doosjes nodig. Je kan hem ook als een staande boom gaan maken. Dan heb je 24 doosjes nodig. Er staat precies ook op hoe je die doosjes op moet gaan stapelen. Wat zit er in zo'n pakket? Zo'n pakket is dus €12,95. Er zijn 2 verschillende, de Scandinavian Christmas en de Christmas at Home. En daarin zitten dus die kant-en-klare doosjes al. Dit is allemaal die-cut, dus je kunt het gewoon uitdrukken. Nou, de embellishments zitten er allemaal bij. Cijfertjes zitten er allemaal op. Allerlei leuke plaatjes. Je kan ze decoreren naar je eigen inzicht. Er zitten dus allemaal velletjes in met die doosjes die je allemaal uit gaat drukken. Dan zitten er achteraan zitten er nog 2 extra velletjes met blaadjes die je ter decoratie er weer bij kunt doen. Dus dat zit er in zo'n pakket. Zo'n pakket kost dus €12,95. De doosjes zijn 4,5 bij 4,5 centimeter. Dus er passen ook gewoon leuke cadeautjes in. Nou, er is ook een rode dus. Die ben ik zelf nog aan het maken. De doosjes zitten bijna in elkaar. Ik moet nog de laatste 6 geloof ik nog beplakken. Kijk, het is gewoon echt een leuk pakketje. Hierin zitten groene blaadjes en rode blaadjes. En daar kan je dus een leuke adventskalender van maken. Nou, dat is het eerste van Studio Light wat binnen is gekomen. Oh, dan moet ik eventjes ietsjes gaan regelen. Want ze zijn vergeten mij een extra mandje te doen. Dus ik moet er eventjes een stoel bij gaan zetten. En dan hopen dat niet alles gaat vallen. Ik ben er zo weer, dames. Nou, op goed geluk gaan we gewoon verder. Dat gaat vast goed komen. Gewoon voorzichtig doen. Het volgende wat nieuw is van Studio Light, dat zijn 3 nieuwe paperpads. Nou, diegenen die gisteren met mij mee hebben gekeken met de live, die hebben ze al gezien. Maar ik wil ze hier ook nog even laten zien. Het paperpad Christmas met de mooie vogels. Deze zijn op het formaat van 20,5 bij 20 of 20 bij 20. Alle designs zitten er 3 keer in. Nou, in dit paperpad zitten dus ook van die leuke knipplaten. En daarin zitten van die kleine kaartjes ter decoratie. Dan zit er heel mooi designpapier in. En jullie zien het wel, dit papier is er vorig jaar ook in grote scrapvellen geweest. Bij de Ultimate Scrap Collectie. Nou, heb jij die nog liggen, dan kan je het natuurlijk allemaal met elkaar gaan combineren. Ja, deze collectie blijft gewoon prachtig. Dit is dus de Christmas. Dan, ja, ze heten allemaal Christmas. Dit is de Dit was de 74. De 75 is de blauwe. Hele mooie met dieren. Ook weer de kaartjes. Nou, mooi blauw designpapier. Mooie achtergrondjes.
een beetje watercolorachtig. De mooie vos weer. De vogel. Rendiertje. En we hebben de Christmas, dat is de 76. En daar hebben we de mooie, ja, notenkraker, het hondje, hondje op de slee. Ook weer van die leuke kaartjes erbij. Nou, patroontjes. En weet je, je kan die blokken onderling natuurlijk ook allemaal combineren. Ik ben wel heel blij met het nieuwe formaat van 20,5. Want ja, voor Slimline is dat gewoon ideaal. En voor de labels staan ze, voor de Studio Light of Dutch Doobadoo mallen, et cetera. Nou, ik had het gisteren in de live ook al gezegd. Die DIY-blokken van Studio Light die vorige week uit zijn gekomen, die matchen ook weer ontzettend goed bij deze blokken. Heb je bijvoorbeeld deze met die hondjes, daar past de Christmas mood heel erg mooi bij. Maar bij de blauwe past bijvoorbeeld deze weer ontzettend mooi. En dan heb je ook het bijpassende kaartkarton. Het unikarton, zeg maar. Heb je net wat meer mogelijkheden nog weer met het designpapier. Nou, daar zitten ook van die leuke kaartjes in. Daar zitten labeltjes bij. Zitten mooie rendieren weer bij. Ik heb geen wazig beeld, dus misschien dat het aan je eigen wifi ligt. Dus deze DIY-blokken, die zijn weer onderling te combineren. Ja, we hadden gisteren, werd de live afgesloten. Want wij waren bezig met isolatie. En dat is er via de meterkast een beetje uitgekomen. Dus dat gaf heel veel bende. Ik was gisteren ook bij Studio Light bezig met deze kaart. En als het goed is, ga ik daar morgen of maandagmiddag ga ik de kaart ook verder afmaken. Tenminste, dat wil zeggen, ik ga hem dan maken in andere kleurtjes. Dit zijn namelijk de twee nieuwe essential mallen. De swing card en de tower mall. Nou, de swing card, die had ik dus ook al klaar. Heb ik gisteren ook al even laten zien. Superleuk modelletje. En die kan je dus, die heb ik met die Christmas mood gebruikt. Dus ook dat weer die nieuwe paperpads erbij gedaan. Dus een leuk swing modelletje. Kan je ook gewoon zo plat verzenden. Dat is deze mal. En de andere mal, dat is deze. Nou, ik heb hem de voorkant een klein beetje afgemaakt. Dat wil zeggen, ik heb de sluiting eraan gemaakt. En ik heb hier dat bloementoefje aangemaakt. Hieronder moet nog sneeuw komen. Maar dit was het modelletje wat ik dus gisteren wilde maken. En aan de binnenkant zit dus de tower. Nou, ik moet deze toren nog verder gaan versieren. Ik heb hier ook labeltjes achter gestoken. Want zoals jullie gisteren tijdens de live wel zagen, heb ik daar nog even een pocket gedeelte van gemaakt. Nou, daar moet nog een tekst op komen. Ik moet de finishing touch nog doen. Maar ik wilde dit in ieder geval zover even laten zien dat jullie kunnen zien hoe die tower werkt. Nou, ik had dus voor de sluiting ook de leuke labeltjes gebruikt. Want Studio Light heeft je twee leuke nieuwe ticket mallen uitgebracht. De ticket tags en de lovely tags. Nou, ik had dus de ticket tags gebruikt en daarmee heb ik dus de sluiting gemaakt. Dus deze kaart ga ik nog even een keer weer in een live doen. Maar wanneer moet ik nog eventjes, daar hou ik jullie van op de hoogte. Als het lukt qua voorbereiding wordt het morgen en anders wordt het later. Nou, je kan die tower card natuurlijk ook gewoon zo als klein kaartje doen. Dan kan je hem ook gewoon decoreren. Dit is gewoon het idee van de tower card. Nee, de live is, was vanmiddag om 3 uur. Dat had ik ook wel aangegeven. Ik was deze keer even net iets eerder.
Dat is het nieuwe van Studio Light. Dan ga ik naar iets anders leuks nieuws. En dat is Elisabeth Craft Design. Nou, eigenlijk zou Alista vanmorgen mee live gaan, maar wegens omstandigheden kon dat niet doorgaan. Die live die houden jullie nog eventjes van ons te goed. Maar ik kan wel de malletjes laten zien. Het is een hele mooie mok. Een warm wintermug. De Holiday Stockings. Nou, jullie zien wel, er zit echt heel veel in qua versiersels. Er zit een leuk gingerbread mannetje bij. De choco toef, of de slagroom toef, zeg maar. Ook deze stockings, ook heel erg leuk om zelf een adventskalender van te gaan maken. Even kijken of er zo de stocking die, dus de sok, die is bijvoorbeeld ook 12,4 centimeter. Dus dan kun je wel nagaan, gewoon een leuk modelletje. Leuk formaatje waar je ook echt nog weer wat mee kan. Kan je ook een leuk labeltje insteken eventueel. Ik heb nog ideetjes genoeg, maar ja, tijd. Dan hebben we een setje met labels. Nested tags. Die zijn, de grootste is 11,7 keer 19,3 centimeter. Dus die labels die passen allemaal leuk op elkaar. Dan hebben we de seasons, of de sweater season. Dus de hele mooie kersttrui. Ook weer met al die leuke embellishments erbij. Kleren hangen erbij, kerstboompje, berenkopje wat je erop kan maken. Nou, dan hebben we Mrs. Claus en Santa Claus. Nou, die kan je dus weer op allerlei verschillende manieren op gaan bouwen. Ik ben zelf niet zo heel goed in het opbouwen, maar ik wil me er wel een keer op gaan toeleggen om het een keer te gaan proberen. Wanneer, weet ik niet. Komt vanzelf, zeggen ze dan. Nou, Mrs. Claus die houdt heel erg van bakken. Dus Mrs. Claus heeft natuurlijk ook allerlei accessoires nodig. Dus een bakmutsje, een schort. Eigenlijk allerlei dingetjes. De deegrollen, de mixer, de tafel, de etagère, de muts. Dus je kunt Mrs. Claus ook helemaal leuk aankleden. Nou, Mrs. Claus heeft natuurlijk, als zij wil bakken, ook een keuken nodig. De keuken kun je ook weer heel erg leuk op gaan bouwen. Ook daarbij potjes, pannetjes, de mutsen, de wanten, zeg maar, de overwanten. En Santa Claus, die komt natuurlijk door de schoorsteen. Dan moet er een lekkere warme haard bij. Dus we hebben ook een warme haard. De Cozy Fireplace. Ook die super leuk om op te bouwen. En last but not least hebben wij een setje met allemaal teksten. Dus ook weer allemaal kerstteksten erbij. Just Baking Memories. Even kijken. Alice die had alvast wat voorbeelden gemaakt. En Alice die heeft dus met Mrs. Claus en met Santa Claus een leuke plannerpagina gemaakt. Dus je kunt ze ook gewoon in een planner gaan verwerken als je dat leuk vindt. En Alice heeft ook een leuke label gemaakt. Dus met die nieuwe nested labels heeft ze Mrs. Claus lekker aan het deegrollen gezet. Nou, de oven, daar zit al een lekkere taart in. Die is aan het warmen. En Santa die gaat de pakjes wegbrengen. Dus dit is alvast een voorbeeldje van Alice. En zij gaat dus die live wat ze eigenlijk vanmorgen zou doen. Haalt zij binnenkort nog in. Maar wanneer dat horen jullie nog eventjes. Nou, dat is die collectie. Nou, om nog heel eventjes bij ECD te blijven. Heel misschien hebben jullie wel meegekregen. Afgelopen weekend was daar een hele leuke workshop. En dat was de
December Days workshop. Die workshop die kost €87,50. Dan heb je dus keuze uit drie verschillende sidekick planners. De zwarte, de espresso kleur, dat is een donkerbruine. Of de Desert Sand, een lichtbruine. Nou, dat is dus een december daily. Dus daar kan je voor elke dag in december maak je een pagina. Nou, er zit een exclusieve standmal bij. De workshop is in het Engels. Maar het is een super duidelijk uitgelegde workshop. Echt, iedereen kan dat volgen. Dat een kind kan de was doen. Els gaat ook aanstaande zaterdag nog in het Nederlands een extra live volgen. En ik wil jullie even laten zien. Ik heb ook meegedaan. Ik heb hem nog niet klaar. Maar ik ben er nog wel mee bezig. Je kan deze workshop nog steeds boeken. Wordt geleverd in een exclusieve tas. We hebben er nog een paar op voorraad. Nou, ik heb zelf de espresso planner. Dus dit is de sidekick. En ik heb de eerste aantal pagina's klaar. Ik heb bijvoorbeeld het dashboard klaar. Nou, dit hulstakje zit er bijvoorbeeld in. Dit stansmalletje zit erin. Er komen straks nog allemaal foto's op. Dus ik heb hem ook nog niet helemaal volgeplakt. Maar dit is wat ik tot nu toe heb. Nou, er komt hier nog zo'n leuke notenkraker bij. Er zitten labeltjes achter. En dit is dus een beetje de opbouw zoals Annette het ook heeft gedaan. Alleen heb ik er nog een beetje eigen finishing touch bij gedaan. Er zitten van die leuke pockethoesjes bij. Hier zit bijvoorbeeld weer een kaartje bij. Kan je daar je fotootje op doen. En dit leer je dus allemaal stap voor stap opbouwen. Je hebt echt alle pagina's worden stuk voor stuk uitgelegd. Dus het is echt een aanrader voor als jij een december day by day wil maken. Hier zit ook nog weer een pocket achter. Even kijken. Dit is pagina 13. Hier heb je ook weer van die leuke labeltjes. Die moet ik ook nog even afmaken. Hier weer een pocket voor pagina 26 en 27. Nou, de rest moet ik nog. Maar in totaal komen hier dus 31 pagina's mee. Ik vond het echt een superleuk project. Echt een aanrader. Keer, ja, wat mijn eerste december daily. Maar vast ook niet mijn laatste. Dan. Gaan wij even naar wat anders. Crafty Motions, die heeft ontzettend leuke stansmalletjes. In eerste instantie had ik ze niet besteld, want ik vond ze eigenlijk best wel duur. En die waren €27,95. En Carla, die had ze afgelopen... Wanneer was het toch? 2 oktober dacht ik. Hadden we open dag. En toen had Carla de Graaf had ze bij zich. En toen dacht ik, ja, die moeten we toch hebben. Nou, wat is nou het leuke van deze malletjes? Dit zijn namelijk ook 3D huisjes. Maar dit is Stamp and Impress. En wat is daar nou het leuke van? Dit zijn dus de basis van je huisje. Maar als je dit dus gaat beinkten, dan gaat het dus ook, kan je het ook gelijk gaan stempelen. Dus je kan met deze stansmal stans je de buitenste randen uit. En je kan dus de randjes beinkten, zodat je een leuk een dak krijgt met mooie verschillende kleurtjes. Er zitten allemaal embellishments bij, kleine fiets. Hier staat ook wel de beschrijving bij hoe je het kunt gaan maken. Hoe je het dakje weer kunt gaan maken. Hoe je de opbouw kunt gaan doen. Dus het is echt een superleuk project. Je ziet het hier wel. Hier hebben ze bijvoorbeeld het dak ook met bruine steentjes gedaan. Nou, je kan met een gekleurd dakje, je kan er de verlichting weer in gaan doen. Er zijn 3 verschillende huisjes. Ze zijn echt ontzettend leuk. Kijk, hier zie je wel.
de streepjes die zijn dus in andere kleurtjes, waardoor je gewoon echt een heel mooi relief krijgt. En deze ook. Ook dit soort grachtenpandje, zeg maar. Ook weer mooi beïnkt met een grijzige inkt. Superleuk. Nou, er zitten dus al die embellishments bij. Ik hoop hem binnenkort een keer in 3D te laten zien. Maar net zoals altijd, komt tijd, komt raad. Dan heeft Craft Emotions ook nog een heel mooi setje uitgebracht met nested label die. Dus dat is een grote label. Twee kleine labels. De reinforcer elementjes. En een leuk hartjes tagje. Dus dat is een setje met labels. Vandaag bij ons binnengekomen. Dus dat is dat. Dan gaan we naar het volgende. En dat is... Even één dingetje tussendoor. Dat is dit schaartje. Nou ja, schaartjes zijn er van elk merk. Craft Emotions had ook een eigen schaartje. Is voor ons altijd makkelijk mee te bestellen. Dus vandaar dat ik deze ook in het assortiment heb opgenomen. Hij is gewoon verder vergelijkbaar met die van Crafters Companion. Hij knipt ontzettend fijn. Ik heb hem zelf ook. En ja, ik ben er gewoon blij mee. Hij is €11,95. Eventjes weer tussendoor om te laten zien. Dan. Dutch Doobadoo heeft een Sint-collectie uitgebracht. De eerste is een leuke crafty kit. Welkom Sint en Piet. Nou, in die crafty kit zit dus uiteraard Sinterklaaspapier. Het is dubbelzijdig papier en alles zit er dus eigenlijk twee keer in. En ik kan jullie alvast verklappen. Vrijdag 4 november hebben wij een speciale extra online demo dag. Dus vrijdag 4 november. En die online demo dag staat dan helemaal in het teken van de Sint. Dus dan gaan we 4 live uitzendingen doen met Sint creaties. Hebben we bijvoorbeeld ook deze. De mooie schoorsteen. En daarbij zitten ook van die plaatjes van de Sint. Dus de die-cut plaatjes. Dat zit allemaal in dit pakketje. Ik was ondertussen nog aan het kletsen. Maar het is dus in ieder geval 4 november. Is er een online Sint-event. En ik ga kijken of we dan misschien ook wat leuke giveaways nog weer kunnen ritselen. In ieder geval, we gaan Sint surprises maken. We gaan werken met Dutch Doobadoo. Met Marianne Design Sint spulletjes. Er zijn allerlei merken die Sint hebben. Dus daar gaan we mee aan de slag. De Build-up Gluur Pietje. Dus een klein Pietje. We hebben een schoen met de wishlist. En de wortels. We hebben een leuk huisje. We hebben een stoomboot. En we hebben de pietenmuts met de veer. Nou, ik heb hier een aantal dingetjes ook liggen. Kijk, dit is bijvoorbeeld de schoen. Dit zijn het pietje. De pietenmuts. Met de even kijken, de schoen die hoort de wortel en de wishlist bij. We hebben de stoomboot. En ik heb hier de schoorsteen nog een keer weer. Nou, Tietz en Suzanne die gaan in ieder geval ook meedoen met de Sint special. En Lisanne ook. Alice Brinks ook. Dus met z'n vieren gaan we doen.
En wat we gaan maken, weet ik nog niet. Lisanne Bakker en Ellie Bakker, die zijn alvast aan de slag gegaan met deze collectie. Nou, ze hebben dus al een leuke stoomboot gemaakt. Ze hebben, ik ga dit even aan de kanten leggen. Een hele mooie pietenmuts gemaakt. Nou, de veer zie je hier. En de muts als basis. Daarbij hebben ze gewerkt met allerlei stansmalletjes van Marianne Design. Wij hebben in de webwinkel een speciale groep waar alles van de Sint in staat. Dus daar kan je al die producten ook vinden, zoals die extra, extra malletjes en dergelijke. Nou, de schoorsteen. Ook weer met de zak van Sinterklaas met een gluurpietje erbij. Dus dat is de schoorsteen. En dan hebben we een hele mooie schoen. Nou, je kunt hem vullen met van allerlei leuks. Labeltje erbij aan van Sinterklaas voor. Dus dat is de Sint Special. Dus noteer 4 november in je agenda. Dan hebben we een leuke Sinterklaas demodag. Wat laat ik dan zien? Nou, weet je, ik laat het heel kort even zien. Eigenlijk komt het pas morgen binnen. Maar omdat we het nu toch over de Sint hebben. Ik kreeg namelijk net een leuk verrassingsdoosje weer binnen. De nieuwe Creative Craft Lab collectie. Daar zitten ook 3 producten van de Sint in. Dus ook een mijter, de producten. En daar kan je, Beertje Ted kan je leuk als Sinterklaas of als Zwarte Piet gaan maken. Nou, ook teksten bij Pieterpost, 5 december, pepernoten, fijne pakjesavond. En daar zit ook leuk designpapier bij. Ook van Sint en Piet. Met deze labeltjes erbij. Dus dan kan je die labeltjes er alweer aan gaan maken. Ik denk haast dat ik hier 4 november mee aan de slag ga. In combinatie met de Dutch Doobadoo. Ik heb nog geen idee, geen flauw idee wat. Maar dit is in ieder geval vanaf morgen ook bij ons verkrijgbaar. Dus hou de webwinkel in de gaten. Oh, Janine, je hebt weer zoveel om te laten zien. En mijn brein gaat weer alle kanten op. Behalve de goede kant, zegt ze dan. Crealice heeft ook weer nieuwe producten uitgebracht. Crealice heeft 3 nieuwe labelstansen uitgebracht op slimline formaat. Je zou bijna zeggen van, nou weet je, dat zijn toch 3 dezelfde labels. Het zijn 3 opeenvolgende maten. Maar deze heeft hele kleine dotjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Deze heeft kleine stiksteekjes. En dit is gewoon een gladde. Dus je kan kiezen, ik wil liever een gladde label. Ik werk liever met stiksteekjes of met dotjes. Dan heeft Crealice ook weer 2 nieuwe basismallen uitgebracht. En dat is de fishtail with little stripes. Dus een vaandel met van die kleine streepjes ter decoratie. Als je die gaat stansen. En deze banner ook met little stripes. Dus dat is dat. Dan hele leuke vlaggetjes waar je weer teksten op kan zetten. Dus bijvoorbeeld Xmas
2023, happy birthday. Ik weet niet wat je er allemaal op wil maken. Je kan ze denk ik gewoon verlengen. Je kan zeggen van ik gebruik alleen deze, ik gebruik die. Net wat jij zelf wilt. Er zijn dus twee verschillende, zo'n vaandeltje en zo'n puntje. Dat zijn de banners. Dan, waar ik zelf wel heel erg blij mee ben. Dit zijn ook weer labels. Maar deze zijn dus speciaal op ATC-formaat. ATC'tjes maken en pocketletters maken is natuurlijk super leuk. En deze kan je dus allemaal in die ATC-kaartjes gaan, in die pocketletters gaan duwen. Je kan ze natuurlijk ook als gewone labels gaan gebruiken. Net wat jij zelf wilt. Ze zijn universeel te gebruiken. Maar ze zijn dus wel op het speciale ATC-formaat. En last but not least hebben ze van die banners uitgebracht. Drie verschillende modelletjes. En daarbij zitten extra labeltjes. Zul je denken, waar is dat nou goed voor? Nou, die kan je daar dus weer op gaan gebruiken. Zodat je de labels dus korter en langer kunt maken. Wellicht is er ook een filmpje wel op het YouTube-kanaal van Crealise waar het uitgelegd wordt. Maar die extra elementen zijn dus echt voor het inkorten van jouw vaandeltjes. Dus dat is wel weer briljant bedacht. Nou, dat is dat. Dan ga ik naar een hele leuke collectie waar ik zelf heel erg blij van word. Die we eigenlijk al wel langer hebben, maar die de live nog niet gehaald had. En ik wil hem toch eventjes laten zien. Ik ga ondertussen even een slokje thee doen. Dat is deze collectie van Simple Stories. En dat is de Vintage Christmas Lodge. En ik vind deze collectie dus ook zeer geschikt voor planners maken. Ook voor bijvoorbeeld een December Daily. Wij hebben hier van de Collection Kit. We hebben bijpassend kaartkarton. Nou, ik ga als eerste even dat kaartkarton laten zien. Daar kan dat weg. Er komt ook een December Daily in onze groep. En die, of in ieder geval een workshop. En die gaat iets op 12 of 10 november doen, dacht ik. Een prachtig album heeft ze weer gemaakt. En ik denk dat ik die met dit papier ga doen. Kijk, die is echt ontzettend mooi. Dus dit is het bijpassende kaartkarton. Allemaal dubbelzijdig. Dan zit bij deze collectie een extra stickervel. Die laat ik ook eerst even zien. Met dus allerlei elementen. 10 november is die workshop van Tietz. Dat is dus een online workshop in een besloten groep. De workshop gaat €7,50 kosten. Je kan met eigen materiaal meedoen. Maar er komt ook een basispakket. Maar daarover later nog even meer. Collection kit. 82 elementen zitten erin. Nou, kijk en huiver. Hij is echt prachtig. Echt in hele mooie traditionele kerstkleurtjes. Ik vind hem echt super mooi. Ook die houtstructuur, kijk toch eens. Ook dit, ja. Ik hou daar wel van. Ook weer die extra kaartjes. Zeer geschikt dus voor een planner, een December Daily. Maar ook gewoon voor kaarten. Kijk eens, zoals dit ook. Die leuk kleine 10x10 kaartjes. Onderkaart eronder. Eventueel een paar
ijskristalletjes erop. En je hebt al een prachtige kaart klaar. Nou, ook in dit collection kit zit dus zo'n stickervel extra. Dus er zit genoeg in. Hier ga ik weer even het dichtmaken. Dan hebben wij bij deze collectie, ook voor de liefhebbers, weer zo'n leuke cardmaking kit. En dat is zo'n kant-en-klare kit. Die kost, oh, hij kost helemaal niks. Er staat geen prijs op. Volgens mij zijn die meestal €14,95. En daarin zit dus eigenlijk alles voor het maken van 8 kaarten. Dus van deze 8 kaarten, er zit een Engelse beschrijving bij. Maar het staat allemaal echt duidelijk stap voor stap opgeschreven. Dus het is echt, kind kan de was doen. Er zitten basiskaarten bij. Er zit het chipboard bij met de elementjes die je nodig bent. En er zitten 4 pagina's met die-cut velletjes bij. En daarmee kan je dus zelf de mooiste kerstkaarten maken. Zeker ook ideaal voor snelle kerstkaarten. Of wil je een keer gewoon lekker voor simpel gaan. Deze modelletjes kan je allemaal maken. Dus het zijn echt weer leuke pakketjes. Nou, zoals ik al zei, deze collectie is echt heel uitgebreid. En ik heb, zoals jullie wel kunnen zien in de camera, van allerlei spullen nog liggen. Ja, inderdaad, ook al mee te nemen op vakantie, daar is het ook ideaal voor. Zo hebben we bijvoorbeeld ook dit paperpad. Dat is op het formaat 6 bij 8 inch. Dus dat is 15 bij 20. En daar zitten dus ook nog weer allerlei designpapiertjes in. Zit er nog weer wat andere in dan ook in het grote paperpad. Dus dat is deze. Zit er allemaal 2 keer in. Dan hebben we bijpassende enamel dots in die hele mooie kerstkleuren. We hebben een setje met brads. Of ja, in principe zijn het gewoon plaksteentjes. Het is gewoon allemaal plat aan de achterkant. Ze zijn al zelfklevend. Dus gewoon eigenlijk stickers in de vorm van brads. En wat chipboard. Dit zijn wat 3D stickertjes. Ook weer om erbij te plakken. Dan hebben we een setje met chipboard elementen, ook weer Santa, December, Merriest, Joyful, Christmas Time. Een leuke slinger met Merry. Dan hebben we van die leuke frames. Kijk, daar kan je ook weer leuk shaker materiaal achter doen. Of straks leuke foto's achter gaan plakken. Dus zeker als jij ook bijvoorbeeld veel met een planner werkt of een decemberalbum wil maken. Dan zijn dit soort collecties van Simple Stories vind ik altijd gewoon ideaal. Want die heeft zoveel van die extra elementjes. Nou, even kijken. Die gaat daar weer in. Wat er ook nog bij zit, dat zijn de chipboard clusters. Dus dat zijn ook leuk van die grote onderplaten. Nou, daar hoef je verder al bijna niks meer bij te doen. Leuke tekst, onderkaart eronder. Ook op layouts is dat ontzettend leuk. Wat leukere kleine teksten. Santa. Peace and joy. Nou, gewoon van allerlei leuks.
Dan hebben we ook hele leuke Woodland Bits. En ik moet heel eerlijk zeggen, deze heb ik dus ook al meegenomen naar huis. Want het leek mij ook heel erg leuk om dat bijvoorbeeld straks ook bij op deze plannenpagina's, deze December Daily, ook nog een beetje bij te gaan verwerken. Dus die losse elementjes, zoals van Santa, is natuurlijk super leuk om ook bij op zo'n pagina te gaan plakken. Die wat ik nog moet maken. Ik moet nog een aantal pagina's. Dus wellicht gaan jullie dat straks op een van de volgende pagina's wel een keer voorbij zien komen. Kijk, er zitten echt hele leuke bruikbare elementen allemaal bij. En weet je, je kan deze elementen bij alle collecties eigenlijk wel gebruiken. Het is gewoon, ja, neutraal. Het zijn gewoon basic dingen. Dus dat zijn de Woodland Bits. En dan komt er nog een setje aan. En het voordeel van dit is natuurlijk dat dit al uitgestanst is. Je hoeft het zelf niet meer te knippen. Gemak dient de mens. Kijk, als we alles moeten knippen, dat kost natuurlijk ook wel weer heel veel tijd. En in die tijd kunnen we ook weer een pagina plakken. Er zit ook een setje bij met bits en pieces. Die heeft wat kleinere elementjes. Kijk, kerstbal. Ook weer een Santa. De vogel. Christmas time. Nou, tekst van Merry Christmas. Ho, ho, ho. Joy to the world. Trimmings. Leuke labeltjes. Leuke tags weer. Dus daar zit ook weer van alles in. Dat zijn de bits en pieces. Nou, ik ben er bijna doorheen wat deze collectie betreft. Maar ik zeg bijna. Er is ook nog een super tof stickerboekje. Ook die is natuurlijk meegegaan. Dat kunnen jullie wel nagaan. Hij wil niet open. Ja, deze collectie was eigenlijk al wat langer bij ons binnen. Maar ik kon het gewoon niet laten om die even te laten zien. Want ik werd er gewoon zelf enthousiast van. Kijk, hierin zitten dus ook gewoon echt heel veel gave stickers die dus ook zeer geschikt zijn voor, ja, sowieso kaarten ook. Maar ook voor planners, journals, December dailies, leuke kleine stickertekstjes. Dus dat is die. En last but not least zit er ook een heel gaaf setje met washi tapejes nog bij. Dus het is een hele mooie collectie. Dan ga ik even kijken, wat is de wijsheid? Even kort wat andere dingen laten zien. Deze hele gave slee van Spellbind is ook weer binnen. Die vloog de vorige keer de winkel uit. Echt een super gave slee met allerlei leuke accessoires. Zoals een poinsettia, de hulstakjes, de schaatsjes. Dan een heel gaaf setje met de bloemen. Dus echt al die verschillende takjes. Moet je zien hoeveel verschillende takjes erbij zitten. Nou, daar kan je toch de mooiste kerstbloemen mee maken. Echt ontzettend mooi. En dit setje ook weer met hulstakjes en wintertakjes. Dus ook drie nieuwe stansmallen van Spellbinders. Die kon ik gewoon niet laten liggen. Dan gaan wij richting de kerst.
En dan hebben we natuurlijk wel metallic cardstock nodig. Nou, Findit of Card Deco heeft nu ook een set uitgebracht. En dat is een set met parelmoer, mirror, dus spiegel, glitter en folie. 32 vel zit erin. Het is op A4 formaat. En het is in de kleuren goud, zilver, rosé gold en brons. Nou, dit is dus heel mooi. Nou, het lijkt wel koper. De rosé gold, de zilver en de goud. Echt in parelmoer. Dan hebben we het spiegel. Nou, dat spiegel dus echt. En ook voor de Sint is dit natuurlijk superleuk om... als je bijvoorbeeld die... om hier de strikjes van de cadeautjes of de mijter of de staf van Sinterklaas uit dat spiegelkarton. Dan hebben we het glitter. Ook in hele mooie kleurtjes. Nou, de glitters zitten er gewoon vast in, dus het geeft niet af. En dan hebben we het metallic cardstock nog. Nou, het is echt heel mooi papier. €12,95 en dan heb je 32 vel. Dus het is ook absoluut niet duur. Nou, die wil er niet in. Dan... ga ik eventjes weer wat pakken. Volgens mij heb ik zo alles van deze collectie. We hebben namelijk ook weer nieuw binnen van Graphic 45. Daar zal ik ietsje sneller doorheen gaan. Op het formaat van 30,5. Dit is de collectie Let's Get Cozy. Nou, Graphic 45 heeft ook altijd ontzettend mooi papier. Ook hele leuke kaartjes zitten erbij. Postzegelmalletjes. Nou, de leuke patroontjes. Het zit er allemaal twee keer in. Dus ik kan het beter even zo laten zien. Nou, ik zie Biebrich heeft het al besteld. Ja, dit is ook heel erg leuk. Ook voor een, ja, voor de winter straks ook weer een leuk winteralbum misschien. Hele leuke patronen weer. Dus echt rood, blauw en grijs. Echt een hele mooie collectie weer. Nou, Let It Snow, It's Cold Outside. Huisjes erbij. Deze bloemen. Met mooie blauwe bloemen. En deze. Nou, het is echt een prachtige collectie. Bij deze collectie hebben wij ook nog weer een extra vel met patronen. En dat is deze. En daarmee kan je dus ook je pagina's, want Graphic 45 is natuurlijk wat drukker papier. Maar je kan het combineren met deze solid velletjes. Kijk, en dan kan je het natuurlijk een heel stuk rustiger maken. Echt heel mooi, ja, mooie diepblauwe kleuren. Kijk eens. Is toch gewoon prachtig. Nou, ik weet niet of jullie ondertussen nog weten waar je het eerste mee aan de slag wil. Ik eigenlijk niet meer. Heel mooi grijs zit erbij. Met deze grijze. Een mooi streepje. Een mooie rode.
met tekst. Met weer ja, een beetje unie. Het is niet helemaal unie. Er zit namelijk wel een heel mooi ijskristalletje op. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien in de camera. Het is echt heel mooi. Ook dit patroontje nog. En dat was hem. Dat is 16 vel zit erin. En dus 8 verschillende patronen. Bij deze collectie hebben wij ook nog weer extra elementjes. Uiteraard. En wij hebben daarbij dus ook een setje met chipboard elementen. Dus dat is weer dat dunne chipboard wat je er weer bij kan gebruiken. Wij hebben een setje met ephemera cards. Dus journaling cards. 2 verschillende maten zitten erin. En die hebben altijd een voor- en een achterkant. Ook leuk voor op plannenpagina's natuurlijk. Leuk om bijvoorbeeld in een file folder ook te steken als jij bijvoorbeeld met ECD file folders aan de slag wilt. Of gewoon een onderkaart eronder plakken en je hebt al een leuke basis voor kerstkaart klaar. Kijk eens. Dus dit zijn de grote kaarten. Take time to chill. Nou, dat is altijd goed toch? En daarbij zit ook een setje met kleinere kaartjes. En ze zitten dus allemaal 2 keer erin. Stay cozy. Hello winter. Bundle up. Ja, als jij naar de winkel komt, dan is het inderdaad misschien wel verstandig om een dikke knip mee te nemen. Maar ja, goed, ik ben ook een beetje bevooroordeeld. Want ik bestel natuurlijk voornamelijk dingen die ik zelf leuk vind. Dus ja, dan weet ik het altijd wel. Als ik dan moet kiezen, dan... alles is leuk, dus... Je kunt je geld hier wel kwijt. Nou... Ik ga even een paar dingetjes laten zien. Er zit een setje met ephemera's bij. Er zitten ook weer teksten bij. Daar zitten labeltjes bij. Postzegeltjes bij. Van die leuke kaartjes zitten erbij. Bloemetjes. Een klok. Echt van alles en nog wat. Dus... dit is weer een leuke, complete collectie. Ik ga weer een zakje doen. Ja, mijn trui past inderdaad wel bij dit papier. Dat klopt. Ja, weet je, nu laat ik dit allemaal zien. En nu komt er morgen ook nog weer van allerlei leuks bij ons binnen. Morgen komt Studio Light nog weer binnen. Het is gewoon een beetje keuzestress momenteel van wat je allemaal, wat er allemaal uit gaat komen. En toen had ik ook een beetje keuzestress van wat ga ik nou zaterdag doen. Maar zaterdag ga ik maar voor mezelf even makkelijk doen. En ga ik geen voorbereiding doen, maar dan ga ik met de nieuwe inkten van Studio Light spelen. En dan ga ik gewoon die inkten testen van wat je daarmee kan. Dus dat... ga ik zaterdag doen. Ik had gewoon... ik wist niet wat ik moest kiezen. Ik blokkeerde een beetje door alle nieuwe dingen. Ik denk... dan gewoon iets makkelijks. Nou, we hebben ook deze collectie van Graphic 45. Dat is de Little Things collectie. Ook voor de herfst ontzettend leuk. Maar ook voor gewoon... bloemenkaarten, voorjaarskaarten, wetenschapskaarten. Het kan overal voor. Dus de Little Things collectie is wat feller van kleur. Heel eerlijk,
het is niet mijn eerste wat ik zou à la minuut zou gaan pakken. Maar goed, weet je, voor elk wat wils. En er zijn ook genoeg mensen die niet van vintage houden. Dus ja, je moet gewoon allerlei stijlen hebben. En gelukkig hebben wij dat wel. Dit is het eerste. Dan zit daarbij ook designpapier of het bijpassende papier. Ik ga nu even ietsje sneller, want ik red het anders qua tijd niet. Er zit heel mooi geel in met stipjes. Daar zit geel in met allerlei teksten. Ladybug, Kindness, Lucky Clover. Daarin zit een hele mooie groene. Daarin zit nog een groene. Dat is net een andere tint weer, denk ik. Nee, die zit... Nou, dit pakketje klopt eigenlijk niet. Die heeft er deze drie keer in zitten en deze maar één keer. Dan een hele mooie rode met een motiefje. Nog een rode met ook de bloemetjes weer. De blauwe met stipjes. En de blauwe met de tekst. Dus dat past er allemaal weer bij. Nou, inmiddels begint het zonnetje hier lekker op mijn werkblad te schijnen. Dat is altijd lekker. Chipboard erbij. What's a buttercup? Lazy Daisy. Hello. Enjoy the little things. Dus een setje met die-cuts erbij. Ook hierbij een setje met van die journaling cards. Nou, ik laat ze nu eventjes op de achterkant zien. Daarin zitten dus ook weer van die grote kaarten en van die kleine kaarten. En ook allerlei embellishments. Dus ook weer de tickets, de vlindertjes, vaandeltjes, nog meer tickets, de paddenstoeltjes, de vlindertjes. Dus een leuk setje met allerlei ephemera's. Nou ja, na regen komt zonneschijn. Hier was net ook wel een beetje regen, dus het wisselt elkaar een beetje af. Dan heb ik nog wat. We gaan richting het laatste. Maar ja, ik wil het nog wel eventjes laten zien. Even kijken. Nou, in ieder geval wil ik deze ook nog even laten zien. De strikjesmaker. Hij is er weer. Gewoon ideaal. Vind jij het moeilijk om zelf strikjes te maken? Dan is dit gewoon echt een uitkomst. Kost €4,50. Staat ook achterop wel hoe je de strikjes kunt maken. Het is echt niet moeilijk. Maar wel ontzettend handig. Dan even kijken hoe ik dit ga organiseren. Findit heeft weer drie nieuwe stansmalletjes uitgebracht met Nederlandse teksten. Van gelukkig nieuwjaar, prettige feestdagen en de beste wensen. Dus dat zijn gewoon voor Nederlandse teksten voor op je kerstkaart ideaal. Zijn €4,50. Dan bij de nieuwe collectie weer twee leuke stempeltjes. Nou, de stempeltjes zijn €2,90, dus daar kan je ook niks mee gebeuren. Leuk om in te kleuren. Bij de nieuwe collectie. Het is a Gift for Christmas collectie. Zitten hele leuke push-out vellen bij. Dus leuk met die muisjes. Er zijn vier verschillende push-out vellen.
En hou jij niet van het uitknippen? Of wil jij liever knippen? We hebben ze ook als knipvel. Dus je kunt ook gewoon kiezen voor de knipvellen. Die ga ik weer in het bakje doen. Oh, er komt hier nog iets tevoorschijn. Crealis zat dus ook nog verstopt daartussen. Er zijn namelijk ook nog twee leuke nieuwe lantaarns uitgekomen van Crealis. En dat is twee verschillende formaten. Ik heb geen liniaal in de hand, maar ik meen dat de ene 9 centimeter is en de andere ongeveer 15 centimeter. Dus er zijn twee verschillende maatjes van die lantaarns. Leuk om een, ook straks een cadeautje in te doen, lampje in te maken of net wat jij leuk vindt. A Gift for Christmas. Het is niet zo'n hele grote collectie. Er is een hele leuke stansmal voor een border. Er is een stansmal voor een framepje. En een leuke labelmal. Nou, ik kan een paar voorbeelden laten zien. De label heeft Corrie van Os op deze kaart gebruikt. Zij heeft met deze collectie al wat leuke voorbeelden gemaakt. Dus dit is het eerste voorbeeldje met de leuke labelmal en de kleine cadeautjes. Dit is die leuke bordermal. En ook weer de leuke knipplaten erbij. En het leuke framepje heeft ze erbij gebruikt. Nou, ook weer leuk om dat uit zilverkarton te doen. Ook de cadeautjes weer in 3D opgebouwd. 3D plaatje erbij. Dus dit is de nieuwe Gift for Christmas met wat voorbeeldjes. Nou, er zit een leuk paperpad bij. Bladeren we ook even snel nog doorheen. Kijk, leuke achtergrondjes. De poinsettia's. Nou, voor de borduurliefhebbers zit er ook weer een setje bij met borduurpatronen op formaat van vierkant en A6. Nou, voorin staat net zoals altijd gewoon netjes de benodigdheden wat je nodig bent bij deze collectie. Nou, het is deze keer niet een hele grote collectie, maar wel een superleuke collectie. Ik vind de muisjes in ieder geval wel ontzettend leuk. Findit heeft ook nog weer wat nieuwe achtergrondvelletjes uitgebracht. En daarbij zitten stickertjes van, of ook diecuts van Nederlandse teksten. In met leuke winterse plaatjes. Deze is uitgekomen. Deze met Santa. En deze. Nou, dit is natuurlijk altijd leuk om ook achter shaker cards te maken. Of in een ronde doily mal of iets dergelijks. Het is gewoon echt van die leuke basisplaten zijn het. Dan, Findit brengt ook elk jaar een hobbyjournaal jaarboek uit. Daarin zitten 64 pagina's. Er zitten heel veel best-of knipvellen in van de laatste collecties. Maar er zitten ook 32 nieuwe afbeeldingen in. In totaal zitten er 64 afbeeldingen in. Nou, je ziet wel, overal zitten dus de plaatjes bij. Patronen zitten erbij. Werkbeschrijvingen. Dus eigenlijk, ja, voor elk wat wils. Heel veel patronen. Dus dan hebben jullie een beetje een idee wat je kunt verwachten in dit jaarboek. Nou, datzelfde geldt voor ook de hobby en zo. Dat is ook weer een nieuw tijdschrift. De oktobereditie. Nou, bij de hobby en zo, die kost €7,99. Krijg je ook een paperpad gratis. Met dus leuke plaatjes van die nieuwe Yvonne Creations collectie. Daarbij zit een leuke stansmal van deze beer.
de winterse beer. Die krijg je er gratis bij. En er staan 39 leuke projecten in dit tijdschrift. De tape van Studio Light laten zien. Nee, ik heb nu geen tape van Studio Light laten zien. Nou, hierin zitten dus allerlei voorbeelden. Ook met de nieuwe A Gift for Christmas collectie staan hier ook voorbeelden in. Hier zie je wel bijvoorbeeld een moodboard van die nieuwe collectie. Even kijken, wat zit er allemaal nog meer in? Nou, ook wat oudere collecties. Kijk eens. Masterclass Surprise Card. Er staan echt leuke patronen in. Leuke voorbeelden. Er staat van alles van Marianne Design ook nog erin. Er staat nog iets in van een nieuwe collectie die eind van de maand uit gaat komen. Ja, wat staat er nog meer in? Van alles en nog wat. Gewoon simpele projecten, uitgebreide projecten. Voor elk wat wils. Dit is dus in ieder geval ook allemaal binnen. Die ga ik ook aan de kant te leggen. Nou, dan wat ik heel kort even wil laten zien. En die komen morgen bij ons binnen. En dat laat ik volgende week in de showtime even allemaal uitgebreid zien. Maar ik kreeg ze net binnen. En ik wil ze toch eventjes heel kort laten zien. Van Studio Light hebben we nu namelijk ook die uniblokken op A4 formaat. Kijk eens wat een gave kleurtjes. Dus vanaf nu is het op A4 verkrijgbaar. Ideaal voor het stanswerk vintage floretjes. De Shades of Love. Ik ben er helemaal weg van. En de Winter Forest. Kijk, prachtig toch? En morgen komt ook deze binnen en de inktjes en er komt heel veel binnen. Ik laat jullie nu gewoon eventjes niet meer zien, want volgens mij raken jullie dan helemaal de kluts kwijt. Als het lukt, probeer ik morgen de live van Studio Light met die touwenkaart nog weer te doen. Maar ik kan het pas morgen voor de zekerheid laten weten. Ik ga nu in ieder geval wel stoppen. Ik kan nog één ding liggen en ik weet niet eens wat het is. Dit zijn shaker sheets. 5 sheets op het formaat van 15, 11 inch bij 14 inch. Oh, daar kan je je shaker elementen tussen doen. En ja, ik denk met de fuse of iets dergelijks gaan dichtbranden weer. Ik ga eens even kijken hoe dat gaat werken. Want volgens mij is dat ideaal. Dan kan je ook leuke shaker zakjes maken. Oh, ga ik naar kijken. Het is in ieder geval, het zijn 5 velletjes. En die kosten €9,50. Op 11 bij 14 inch. Dus dat is ongeveer 30 bij nog wat centimeter. Ook dat komt een andere keer. Ik ga hier snel opruimen. Ik ga jullie alvast een hele fijne avond wensen. En misschien tot morgen. En anders ben ik er zaterdagochtend weer. Voor nu heel hartelijk bedankt weer. En tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!